Ik ben op het idee gekomen voor het project Geen Verschil. Ik doe de studie Sociaal Cultureel Werk in Arnhem. En ik loop stage bij Nieuwarts Nijmegen. Daar heb ik de vraag gekregen wat voor een... als ik een project op zou willen zetten, wat voor een project dat dan zou zijn. Daar heb ik wel eventjes over na moeten denken, maar op een gegeven moment bedacht ik me ineens dat ik zelf op de Sint-Jorisschool heb gezeten. De Sint-Jorisschool is een leerwegondersteunend onderwijs, LWOO. En daar kon ik me gewoon heel erg in vinden en dat was ook de vraag van ja, zoek een doelgroep die goed bij jou past. Vervolgens heb ik dus het project Geen Verschil opgezet voor de Sint-Jorisschool. Nou, ik heb zelf daar gezeten omdat ik dyslexie en concentratieproblemen had. Dus voor mij was het gewoon heel erg fijn dat ik meer aandacht kreeg, kleinere klassen en ook echt persoonlijke aandacht. Nou, Stix is tijdens de workshopdag langsgekomen en heeft alle klassen is hij langsgegaan en heeft hij 10 minuutjes gesprekje gehad met de jongeren om inspiratie te krijgen. Ik luister dus al heel erg lang hiphop en als ik met mensen praat over hiphop en ze luisteren geen hiphop, was het altijd wel van ja, maar ik ken wel Opgezwollen, dat vind ik wel dope. Het thema Geen Verschil is hier, staat vandaag centraal en er worden allerlei workshops gehouden. Ik wil graag over het thema Geen Verschil hebben. Het initiatief is heel bijzonder omdat een oude leerling van deze school momenteel stage loopt bij Nieuwarts. Ik ben hier vandaag op de Sint-Jorisschool om een graffiti workshop te geven aan de jongeren hier. Ik ben Mimi en ik heb Steve vandaag geassisteerd met zijn beat creating workshop. De workshopdag hebben we ook heel veel positieve reacties van gekregen. Er zijn zelfs jongeren die een nieuwe hobby hebben gevonden, dus dat is gewoon perfect. Even voorstellen, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Jeroen, ik ben heel klein. Daarnaast het schoolfeest was natuurlijk omdat ik gewoon wou dat de jongeren een keer wel een tof schoolfeest hadden en er ook trots op waren. Hip-hop en urban arts, dat is niet super bekend bij jongeren, maar zeker bij jongeren die moeite hebben met leren. Is het vaak zo dat ze creatief juist heel erg goed uit de voeten kunnen. De reacties van de Sint-Joris school leerlingen waren heel erg goed, heel positief. De jongeren allereerst, op het schoolfeest heb ik ze natuurlijk helemaal los zien gaan, dus dat was natuurlijk eigenlijk al genoeg. Maar daarnaast hebben we ook wel veel te horen gekregen van leraren dat ze weken daarna nog steeds aan het praten waren over het feest, dat ze het zo tof vonden. Laat je horen voor deze man, laat je horen voor deze man. Ik heb wat voor jullie meegenomen, want ik was natuurlijk bij jullie op school, de seniorenschool, en ik heb daar een dag rondgelopen. Dat vond ik heel tof en ik heb alle ervaringen in een nummer gestopt. Het onderwerp van het liedje is eigenlijk Geen Verschil, dat is ook de naam van het project. Wat is normaal, wat is speciaal, wat, weet je, kijk, iedereen heeft een verhaal, ze rent allemaal. En dat was mijn insteek van het liedje, van oké, wat is normaal, wat is abnormaal. Daar heb ik over nagedacht en ik heb een soort motivatiepraatje in rapvorm geschreven en dat heb ik samen met een beat van Remix gedaan en dat is heel tof geworden. Gisteravond in de studio heb ik het afgemaakt, we hebben het in 3 sessies gedaan en daar zijn ook beelden van geschoten, dus dat ga je vast nog terugzien. Maar ik ben heel trots op, heel blij en ik vind het ook een beetje spannend om het aan jullie te laten horen, dus ik hoop dat jullie het tof vinden. Dat gaan we eerst luisteren. Het Geen Verschil nummer en daarna ga ik nog even een paar liedjes voor jullie spelen als jullie het leuk vinden alleen. Vinden jullie dat oké? Daarbuiten heb ik zelfs wat reacties gekregen van mensen die ik eigenlijk helemaal niet kende. Die zeiden van ja, super vet project en ik kan me er echt in vinden. En dat is natuurlijk wel heel tof om te horen. En ook wel een beetje de bedoeling natuurlijk, die erkenning van hey... Ik was gelukkig niet de enige die er zo over dacht, of ik ben niet de enige. En wat ik merkte is gewoon van...
inderdaad, er is geen verschil tussen gewone school of speciale school of whatever. Mm-hmm. En mijn hele ding was van, ik ben liever bijzonder dan normaal. Dat was precies mijn insteek. Ja, 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 ja. En, het draait eigenlijk een beetje om. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Iedereen is uniek behalve ik, zei Hans Deel ooit. En ja. Dat vind ik echt mooi, weet je. Gewoon van, ja, iedereen is uniek behalve ik. Ja, precies. Ja. Hij vertelde ook over dat hij zelf, toen hij op school zat, nooit echt zin had om te leren. En meer bezig was met andere dingen. En dat hij zich niet helemaal zijn weg kon vinden op school. Je kan in principe veel meer dan jezelf vaak denken. Ja. En, je moet alleen die key vinden wat voor jou werkt. En iedereen heeft wel iets, dat is ook zoiets. Ja, iedereen heeft wel een verhaal. Een probleem of wat dan ook, waar hij mee moet dealen. Ja, precies. Iedereen. Ja, niemand zeker. Uitgezonderd. Ook niet op een normale school. Of, ja, precies. Hoe je het ook wil. Ja, reguliere school. Normaal, ja. Ja, reguliere school of speciaal onderwijs of regulier onderwijs. Ja, inderdaad. Weet je, dus iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik bedoel, kijk, Remix ook, weet je. Ja, rook. Ik rook heel veel. Ik werk in de kaasfabriek, weet je. Dat mag dat niet zeggen. Ja, dat is al good, man. Ja. Man. Schaam er niet voor, hoor. Nee, moet je ook niet doen. Dat is dat hele ding. Ja, moet je never voor niks nooit schamen, man. Precies, man. Ja, op een gegeven moment, ik had ook een zin, ik weet niet of die erin komt, maar ik had iets geschreven van iedereen heeft wel iets. Maar regardless, ik schaam me voor niets. Ik ga het doen, weet je, gewoon je hoeft net wat jij zegt. Dat had ik er letterlijk in. Je hoeft je nergens voor te schamen. Nee. Dat is niet nodig. Nee, precies. Het is gewoon. Het is wel menselijk dat mensen het doen, maar het hoeft niet. Ja, precies. Ja. Maar wat ik duidelijk wilde, is gewoon een track die je gewoon kan pompen. Ja. En dat je denkt van ja, man, dit is die shit. Yeah. Wat is normaal? Wat is normaal? En wat is tof? Wat is ik tof? Wil niet normaal zijn, normaal lach ik daarom. Ik ben liever bijzonder. Met hij kon zich er wel in vinden en dat is wel dat is wel cool. Maar we niet in zijn talent. De een doet, de ander denkt. De een zoekt, de ander vindt. Er vast iets van, maar alles wint. Alles wint.